Apeldoorn krijgt eerst een speciaal bierwinkel. Onder de naam Hop Donders starten twee jonge ondernemers de eerste winkel waarin straks alleen maar speciaal bieren worden verkocht. Paul de Jong en Koen Harleman vestigen hun winkel bewust aan de Koninginnenlaan. We hebben goed gekeken naar de winkels om ons heen. Nou ja, op de Koninginnenlaan heb je natuurlijk Louter Sjoets, de Keurslager, Marcel's Kaas, Van der Wal Jolink. Allemaal bedrijven die al jaren hier gevestigd zijn. Ja, en zo zien wij ons ook. Wij willen over 15 jaar hier nog steeds zitten. Om het geld voor de nieuwe winkel bij elkaar te krijgen, zijn zij een crowdfunding actie gestart op basis van een lening. Wij hebben gekozen voor lening. Dus mensen kunnen bij ons, hebben ze geïnvesteerd, hebben een bepaald bedrag geïnvesteerd. En daarvoor krijgen zij rente terug, maar ook wat ludieke dingen. Waaronder een bierpakket op de verjaardag, kaarten voor de opening, bierglazen van Hopdonners. En hoe meer je investeert, hoe meer je krijgt. Wat was het streefbedrag wat jullie graag zouden willen binnenhalen? Wij moesten in elk geval 60.000 euro binnenhalen. En is dat gelukt? Zeker. We hebben 81.350 opgehaald. Dat is iets meer als dat jullie wouden hebben. Wat gaan jullie met de rest van het geld doen? De rest van het geld zetten we apart voor extra dingen die niet per se noodzakelijk waren om de winkel te kunnen openen, maar die het wel beter maken. Zoals een koelinstallatie in het magazijn. We willen een abonnementenservice gaan ontwikkelen, zodat mensen elke maand wat bieren thuis bezorgd kunnen krijgen. En zo hebben we nog een heel aantal ideetjes die we met dit extra geld kunnen gaan ontplooien. Het idee om een speciaal bierwinkel in Apeldoorn te starten komt voort uit een bezoek aan de stad Haarlem. Nou, we zijn zelf grote liefhebbers van speciaal bier. En hebben ongeveer een jaar geleden zijn we samen bij de Jopenkerk in Haarlem geweest. Toen dachten wij van, nou, dat is mooi, zo is het ook in Apeldoorn hebben. Maar ja. Van bier brouwen allebei geen verstand. Van de nachtelijke uren in de horeca werken hadden we ook geen zin in. Nou, hadden we het over het verkopen van bier. En dat is iets wat Apeldoorn niet heeft. Speciaal bier, kun je in het kort uitleggen wat dat eigenlijk inhoudt? Dat is een hele moeilijke vraag, want dat is een ruim begrip. Maar van oudsher is het eigenlijk alles wat geen pils is. Dus vanuit België dubbels, trippels, blond bieren. Maar ook alles wat kleinschalig geproduceerd wordt en wat qua smaak of qua productieproces afwijkt van de standaard. Er wordt intussen hard gewerkt om de winkel op tijd af te krijgen. Wanneer gaan jullie open? We krijgen als alles goed gaat op 1 september de sleutel. En dan is eind september 24e is het nazomerfeest in de Koninginnenlaan. En dan willen we toch echt wel open zijn. Mensen die nog willen investeren bij jullie via de crowdfunding actie, is dat ook nog mogelijk? Nee, helaas niet. De afgelopen dinsdag, de 26e, is om 12 uur 's nachts de teller gesloten. Morgen is het wisselend bewolkt met weinig zon en er kan een bui vallen. Er staat een stevige wind en het wordt ongeveer 21 graden. In de avond en nacht overheerst de bewolking en wordt het droog. Het kwik daalt dan naar een graad of 15. Het weekend verloopt droog met geleidelijk meer zon. De temperaturen liggen dan rond de 21 graden.